Huldiging van echte kampioenen. Dries Bos, koninklijk onderscheiden. 60 reacties voor profielschets burgemeester. Hartelijk welkom. Fijn dat u weer naar ons kijkt. Het was bijzonder om alle kampioenen uit de gemeente Elburg in het MFC Aperlo op het Harde bij elkaar te zien. Verenigingen, teams en individuele personen worden door wethouder Willem Kroneman geprezen en gehuldigd. De Jo Huisman trofee ging dit keer naar Tom van Riesen van de ATB-vereniging Oldebroek. Hij is in september van vorig jaar Nederlands kampioen geworden op de Street Race in Oldebroek. De Arie Zwijnenburg trofee ging naar het slagwerkenensemble Jong Juliana uit Doornspijk. De 14 jeugdige muzikanten zijn in februari Nederlands kampioen geworden. Vorige week heeft de loco-burgemeester Henk Wessel een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Dries Bos uit Elburg. Hij is lid in de Orde van Oranje Nassau geworden vanwege zijn verdiensten als vrijwilliger bij de brandweer Elburg. In de 22 jaar als brandweerman heeft hij zich veel facetten van het brandweervak eigen gemaakt en deze ook uitgevoerd. Henk Wessel bedankte Dries Bos hartelijk voor zijn inspirerende betrokkenheid en zijn bevlogenheid. Zijne Majesteit de Koning Grootmeester van de Orde van Oranje-Nassau heeft bij zijn besluit van 23 januari 2017 Dries Bos, geboren te Doornspijk, 19 mei 1961 benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zijne Majesteit de Koning. Nu de dagen langer worden, begint ook weer het seizoen van de watersportvereniging Admiraal van Kinsbergen. Zo is men bezig met de voorbereidingen van de zeillessen voor de kinderen. Deze beginnen op 1 april aan de Strekdam bij de Drontermeer. Kinderen en vaak ook enthousiaste ouders tuigen de bootjes op, zodat ze snel te water kunnen gaan. Maar eerst moeten de jeugdige zeilers de regels op het water en de onderdelen van de boot leren kennen. En dan gaan ze, uiteraard met zwemvesten, het water op. Natuurlijk onder deskundige begeleiding. De Business Club Academie Noord-Veluwe biedt dit jaar op laagdrempelige wijze cursussen aan voor ondernemers en hun medewerkers. Deze zijn erop gericht om de kennis en de vaardigheden voor het ondernemerschap actueel te houden. Het initiatief start in april met cursussen over marketing en sales. Er wordt in kleine groepen gewerkt. Het resultaat moet dan een heus marketingplan worden. Met ondernemersgerichte onderwerpen speelt de businessclub in op de actuele behoeften van de leden. Op donderdag 16 maart houdt de inclusiefgroep in Nunspeet een open huis. Op deze dag kunnen de bezoekers kennis maken met de diverse werksoorten van dit bedrijf. Daaronder vallen de postbezorging, groenonderhoud, schoonmaak, schilderwerken en nog meer interessante vakgebieden. Er zijn verschillende pleinen ingericht waar veel informatie wordt verstrekt. Voorbeelden zijn onder meer de werkpleinen, het netwerkplein, het kandidatenplein en het leerplein. Bij de inclusief groep werken mensen met een afstand op de arbeidsmarkt. In het Museum Elburg zijn twee bijzondere exposities geopend met werken van de Russisch-Franse schilder Marc Chagall. De reizende tentoonstelling De Klokken van Chagall is tot 8 april te bezichtigen. De expositie De Moses in Chagall is samengesteld uit originele litho's, etsen en houtsneden. Deze komen uit collectie Wüth. Anne-Marie van Hout, directeur van het Museum Elburg, is er trots op dat in haar museum deze twee exposities tegelijk te zien zijn. Bezoekers worden door vrijwilligers rondgeleid die specifiek voor de werken van Chagall zijn opgeleid.
nog meer wetenswaardigheden uit het Museum Elburg. Op dinsdag 14 maart houdt Pieter Zuidema, hoofd van het Chagall Research Center Wuit, een lezing over klokken in het werk van Chagall. De lezing vindt plaats in de refter van Museum Elburg. De ingang is aan de Zuiderwalstraat. Op dinsdag 11 maart wordt eveneens door Pieter Zuidema de lezing De Mozes in Chagall gehouden. Beide lezingen beginnen om 8 uur. Op 8 april wordt op het harde weer de Veluwse Passion gehouden. Het is een lokaal evenement waarin de laatste dagen van het leven van Jezus op aarde wordt verteld. Het is weer een verbindende processie die bij de Lutgerus Fundamenten begint en met een indrukwekkende dienst in de Ichterskerk in Elburg eindigt. Op het verzoek om mee te denken over het profiel van de nieuwe burgemeester voor de gemeente Elburg zijn al 60 reacties binnengekomen. De inwoners geven adviezen of willen betrokken worden bij de gespreksrondes. De gesprekken vinden nog in maart plaats. Begin april moet de profielschets voor de burgemeester klaar zijn. Op 19 april wordt deze schets met de commissaris van de Koning van de provincie Gelderland en de gemeenteraad besproken. Gemiddeld duurt een benoemingsprocedure van een burgemeester 8 maanden. Wie nog wil reageren, moet dit voor 14 maart doen. Op 15 maart mogen we weer onze stemmen uitbrengen voor de verkiezing van de toekomstige leden van de Tweede Kamer. Dat geldt ook voor de 18-jarigen die voor het eerst naar de stembus gaan. Voor burgemeester Adriaan Hogendoorn van de gemeente Oldebroek was dit een reden om deze jongeren een persoonlijke kaart te sturen. Hij riep de 528 jongeren, kiesgerechtigden, op hun stem uit te brengen. Gewoon omdat stemmen een belangrijk recht in onze democratie is. Meer dan 200 vrijwilligers uit alle hoeken van Gelderland hebben het buitengebied van Elburg een fikse opknapbeurt gegeven. De jaarlijkse Gelderse Inspiratiedag werd dit jaar georganiseerd door de Stichting Landschapselementen Elburg. Vrijwilligers snoeiden fruitbomen, knotten wilgen en schoonden de heide open. Voor wat hoort wat. Zo werd Kees Vredeveld uitgeroepen tot Landschapsknokker 2017. En Jup Gerrits ontving de aanmoedigingsprijs. Wethouder Henk Wessel was erg ingenomen met de inzet van de vele groene vrijwilligers. Het leek een verlaten carnavalsoptocht na As Woensdag. De deelnemers aan de derde Elfsteden kroegentocht hadden zich op een fantasierijke wijze uitgedost. Een enkeling had de schaatsen om zijn nek gebonden. Ze liepen onder muzikale begeleiding een parcours van kroeg naar kroeg. Daar kregen ze goudgeel vloeibaar brood aangereikt en een stempel voor hun kaart. Al met al een gezellige Elfstedentocht die tot ver in de middag duurde. Dit was weer een kleine greep uit de nieuwsberichten van de afgelopen week. Heeft u interessant nieuws voor dit weekoverzicht? Stuur dan uw bericht naar redactie@lu-elburg.nl. Wilt u alle onderwerpen nog een keer bekijken? Ga dan naar www.lu-elburg.nl, LuTube of naar het YouTube-kanaal van TV Elburg. Wij komen volgende week graag weer bij u terug. Hier zijn we in de raadzaal van Elburg. Hier worden besluiten genomen voor u en voor iedereen in Elburg. Binnenkort zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Dat is op 15 maart, woensdag 15 maart. En op die dag verzoek ik u allemaal te gaan stemmen. We hebben al een folder gestuurd aan de jongeren en nu doe ik een verzoek aan iedereen in Elburg om te gaan stemmen.